Een studentendoop die zo hard is dat er een jongen aan sterft. Hoe is het zo ver kunnen komen? Is het omdat ze zat waren? Is het omdat ze psychopaten zijn? Is het omdat ze jong waren en de risico's niet goed konden inschatten? En waarom zijn de straffen tot nu toe zo zwak geweest? Ik volg al een maand het nieuws over Sanadia. Ik ben er niet goed van, zoals velen van jullie. En ik stel mij steeds dezelfde vragen. Tijd om er een antwoord op te vinden. We kennen allemaal het verhaal. Sanadia, de zoon van een arbeider uit Senegal, wil in zijn derde jaar burgerlijk ingenieur lid worden van Reuzegom. Een club aan de KU Leuven die zichzelf beschouwt als de nieuwe elite. Zijn vrienden en zijn broer zullen later zeggen dat hij daar vooral bij wou omdat hij connecties wou leggen die hem later meer kansen zouden geven. Want als jongen uit een arbeidersfamilie met migratieroutes is het natuurlijk moeilijker om op de sociale ladder te klimmen. Enter Reuzegom. Een club die bekend staat om haar elitair karakter en brute dopen. Wat er daarna gebeurde, moet ik jullie helaas niet meer uitleggen. De aanvankelijke reactie van de KU Leuven was een paper over dooprituelen en een taakstraf van 30 uur voor sommige van de Reuzegommers. Anderhalf jaar later kwam het precieze verhaal naar buiten in de media. Er barstte stevige kritiek los. Hoe kon UNIF zo laks reageren op zo'n gruwelijke feiten? De hashtag Justice for Sanna werd trending en studenten, jongeren en medewerkers van de KU Leuven lieten van zich horen. De rector Luc Zijls besliste dan toch dat de UNIF zich belanghebbende partij in de zaak zou stellen. Op basis daarvan komen er uiteindelijk wel nieuwe tuchtprocedures. Maar nu is het proces uitgesteld en maken veel mensen zich zorgen of die rechtvaardige straffen er wel gaan komen. De Reuzegommers zijn niet bepaald studenten zoals jij en ik. We weten alvast dat een lid die aanwezig was tijdens de doop de zoon is van een Antwerpse rechter. En daardoor is de zaak ook naar Limburg verplaatst. En hij is er niet de enige van goede komaf, zoals we kunnen zien in de Telefax-documentaire. In de speech van de schachtentemmer, Alexander G., lezen we het volgende. Het mag geen jaar worden als in een BSO-schooltje met een of andere allochtoon. Ik wil er geen bruut jaar van maken, maar een gestoord bruut jaar. Voor de elite die wij zijn. Adolf Hitler noemde hij dan weer onze goede Duitse vriend. Sanna werd al eerder uitgescholden voor het N-woord en er werd hem gezegd dat de zwarten voor de blanken moesten werken. Een maand na de dood van Sanna maakten ze een filmpje waarin ze Handjes kappen, de Congo's van ons zongen naar een zwarte bedelaar. Er was zelfs een ex-lid van Reuzegom die, voor de mop natuurlijk, in een Ku Klux Klan kostuum naar een verkleedfeestje ging. Misschien ligt het aan mij, maar het lijkt mij dat die zware gevallen van racisme en elitarisme steeds vaker voorkomen. Even een flashback naar enkele voorbeelden. Eind vorig jaar nodigde het KVAV in Gent Jeff Hoijbergs uit. Hij gaf een lezing waar hij toch een paar fucked up dingen zei. Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen wel niet meer hun benen open doen. Dat je een vrouw niet als gelijke kunt behandelen zonder haar slaaf te worden. KVAV werd voor 2 maanden geschorst, maar krijgen nu rustig terug subsidies van de UGent. In de zomer van 2018 zagen we op Pukkelpop hoe er enkele mensen Handjes kappen, de Congo is van ons, zongen naar 2 zwarte meisjes. Komt u dat bekend voor? Na de incidenten schreef de Leuvense president van het KVAV dat Congo beter af was als kolonie. Fuck top. Een jaar later, toen de klimaatactiviste Anouna de Wever op Pukkelpop kwam, werd ze uitgejouwd en uitgescholden, zochten mensen haar tent op en gooiden daar pis op. Ja, en tegelijkertijd kwam dan Vlaams Belang Jongeren langs om Vlaamse vlaggen uit te delen. Ook in 2018 zagen we hoe Dries van Langenhoven zijn opmars maakte en verkozen werd in de raad van bestuur van de UGent. Dat terwijl hij ondertussen op het gemakje Schild en Vrienden opricht, racisme en seksisme alom, ook voor de mop. Later werd hij terecht geschorst van de UGent en ook al ging van Langenhoven er niet op in, Luc Zijls van de KU Leuven verklaarde wel dat hij een tweede kans mocht krijgen in Leuven. Maar ook na de dood van Sanna nog werd de voorzitter van Loco, die kritiek had op bepaalde studentenkringen, superhard aangepakt. Zo werd hij bijvoorbeeld uitgescholden voor homo, er werden memes tegen hem gelanceerd en hij kreeg in het algemeen gewoon online en offline haat en intimidatie over zich heen. Dat zijn maar enkele voorbeelden. En het ligt niet aan mij, die dingen komen ook echt vaker voor. Hoe komt dat toch? Daarvoor moeten we nog verder terug in de tijd gaan. En naar waar moeten we teruggaan? Naar mei 68. Ah wel, goeie vraag. 1968 was een jaar van opstand tegen het establishment in heel de wereld. Mensen kwamen op straat tegen de Vietnamoorlog. Vrouwen en mannen eisten een seksuele revolutie. Arbeiders gingen in staking. En in België stond er een hele generatie studenten op voor gelijkheid en voor democratie.
Een belangrijk deel van die beweging streed voor onderwijs voor iedereen. Ook zonen en dochters van arbeiders moesten toegang krijgen tot UNIF. Mei 68 is eigenlijk heel symbolisch. Het begon als een beweging voor Nederlandstalig onderwijs aan de KU Leuven en tegen de invloed van de katholieke kerk. Maar het breidde al snel uit naar andere universiteiten en de slogan Walen buiten veranderde al snel in Bourgeois buiten. Duizenden studenten kwamen op straat met duidelijke eisen. De studenten moesten in het Nederlands les krijgen, zodat iedereen het verstond en dat iedereen ook de kans kreeg om te studeren. Maar daar bleef het niet bij. Sommige studentenleiders gingen naar de stakende arbeiders om daar hun solidariteit te laten zien. Dingen als feminisme, tegen de oorlog, tegen sociale ongelijkheid en racisme kwamen uiteindelijk allemaal aan bod. Het feit dat er vandaag dingen bestaan als studentenraden en dat er meer mensen dan vroeger kunnen gaan studeren, dat is allemaal aan mei 68 te danken. Zalig, revolutie, alle macht aan het volk. Ja, nee. Niet iedereen is daar tevreden mee. Mei 68 stond voor vrijheid, gelijkheid, emancipatie van de onderdrukte en kritisch zijn voor het systeem waarin we leven. En dat is voor de elite natuurlijk lastig en zelfs onaanvaardbaar. Een voorbeeld. Bart de Wever van de N-VA heeft een hekel aan mei 68. Als student was hij actief bij het KVAV, net zoals andere N-VA'ers, bijvoorbeeld Jan Bom. Maar ook Vlaams Belangers, zoals bijvoorbeeld Gerolf Annemans, Philip Brusselmans en Dries van Langenhoven. In zijn boek schrijft de Wever: de 60's zetten een hakbijl op het gezonde hout van de traditionele samenleving. Ook de multiculturele samenleving is in die visie een probleem. Want dat is gebaseerd op het idee iedereen is vrij om te doen wat hij wilt. En dat is blijkbaar een bedreiging voor de vredevolle samenleving. Dries van Langenhoven vergelijkt mei 68 zelfs met de Tweede Wereldoorlog. De oorlog heeft miljoenen mensenlevens gekost, maar ook mei 68 heeft heel veel verwoest van wat Europa groot heeft gemaakt. Oké, wat? Maar bon, als je ziet waar mei 68 echt voor stond, ja, dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat hij dat zegt. Het extreemrechtse wereldbeeld is er een van racisme, elitarisme, seksisme, noem maar op. En dat is rechtstreeks het tegenovergestelde van wat mei 68 was. Dus we zien dat de ideeën die heersen in Reuzigom ook bovenkomen in andere organisaties, politiekers of machthebbers. De waarden van mei 68 moeten kapot en extreemrechts wordt het nieuwe normaal. Dus als er echt justice voor Sanda moet komen, dan moeten die Reuzegommers natuurlijk worden gestraft. Maar sancties zijn niet genoeg. We moeten tegen echt die ideologie ingaan. Dit is niet normaal en dat moeten we laten zien. We hebben een nieuwe mei 68 nodig. We zien gelukkig ook superveel jongeren en studenten die niet akkoord gaan met dit alles. Remember, vorig jaar 10.000 jongeren op straat voor het klimaat. Deze zomer enorme antiracisme protesten in heel het land. Ook superveel jongeren die justice for Sanda eisen. We moeten onze stem laten horen. Dus oké, de verantwoordelijken voor de dood van Sanda moeten gestraft worden. Maar justice for Sanda is nog maar het begin. Sluit u aan bij een beweging, kom op straat voor rechtvaardigheid en zo zorgen we samen voor een nieuwe mei 68.